Dag Engelen, Steenbokken, welkom bij deze jaarlijkse horoscoop en ook een stukje van januari van 2013 voor het teken Steenbok. Nu, ik begin voor de jaarhoroscoop eigenlijk met de buitenplaneten. En de verste planeet is natuurlijk Pluto. Pluto die in jouw teken staat. Maar ik ga beginnen met Jupiter. Dat is niet echt een buitenplaneet, maar dat is ook een tragere planeet. En Jupiter die bevindt zich tot 26 of 27 juni bevindt hij zich nog steeds in tweelingen, dat is jouw zesde huis. Dus dat is hetzelfde als vorig jaar, expansie, wat Jupiter heeft te maken met expansie, op het gebied van werk. Dus zeker als je geen werk hebt en je wenst de werk te vinden, is het zeker de moment om actie te nemen en te solliciteren, want grote kans dat je werk gaat vinden. Heb je werk en wens je promotie, of meer werk, dan is het ook een goede periode voor. Dus de eerste 6 maanden van het jaar. Dan verschuift Jupiter een kreeft in jouw zevende huis. Dat is het huis van relaties. Heb je geen relatie? Het ideale moment om iemand te ontmoeten. Natuurlijk moet je je niet wegsteken. Want Jupiter in het zevende huis, dat is eens in de 12 jaar. Jupiter is expansie. Dus expansie op het gebied van anderen die je tegenkomt zullen Jupiteriaan mensen zijn, zullen mensen zijn die positief ingesteld zijn, die het goed met jou voor hebben, dus profiteer daarvan. Saturnus die bevindt zich het ganse jaar in Schorpioen. En voor steenbokken is dat het 11e huis. Dus verwacht op dat gebied, het 11e huis, vrienden en aspiraties, een bepaalde serieusheid, want Saturnus is een serieuze planeet. Voor vele steenbokken zullen ze grote keus maken op het gebied van vrienden. En zullen ze ook aspiraties hebben die ze gaan manifesteren. Dan Neptunus bevindt zich in het derde huis voor de ganse periode, voor het ganse jaar. Het derde huis is het communicatiehuis. Dus dat is het enige advies dat ik wens te geven is communicatie. Zorg dat het klaar en duidelijk is. Omdat Neptunus zorg, die kan wel een beetje voor troebel zorgen of voor mist zorgen. Dus zorg ervoor dat je heel duidelijk communiceert naar anderen toe. En nog eens polst van hebben ze het wel goed begrepen wat ik wil zeggen. Dan Uranus en Pluto bevinden zich in dezelfde huizen zoals vorig jaar. Pluto in jouw teken, voornamelijk degene die planeten hebben rond 8, 9, 10, 11, 12, zelfs 13 graden steenbok, of het nu een ascendant is, of een zon of een maan, die voelen vooral die Pluto op hun teken. En Pluto heeft te maken met transformatie, met volledig diepe veranderingen. Dus het is het moment voor die steenbokken om meer authentiek te zijn, om meer zichzelf te zijn, om oude dingen die niet meer werken, om die opzij te zetten, zodat ze plaats maken voor nieuwe dingen. En Uranus in Ram in het vierde huis, ook weer specifiek voor die mensen die die planeten hebben, zeker voor degenen die een steenbokascendant hebben rond die graden, kunnen een verhuis verwachten. Of kunnen op zijn minst, als het niet te maken heeft met een verhuis, op zijn minst een heel grote bevrijding van zichzelf of van datgene dat ons ketent. Dus het is zeer diepgaand allemaal voor de steenbokken, maar heel positief. Voor de maand januari, de meeste planeten bevinden zich in jouw teken, dus gelukkig een verjaardag voor een aantal steenbokken onder jullie. En vanaf de derde week gaan de meeste planeten transiteren door jouw tweede huis en dat heeft te maken met jouw zelfwaarde. Dus het is een goede tijd, een goede periode om te werken aan mogelijkheden om misschien iets meer te verdienen. Maar in ieder geval, jouw zelfwaarde staat op de voorgrond. Bedankt steenbokken voor het kijken en tot volgende maand. Dag!